de teamfoto van PSV worden gemaakt. Want bij het scheiden van de markt werden nog eens 4 spelers aangetrokken. Matafs, De Rijk, Willems en Titon. Het geld klotste tegen de plinten deze zomer bij PSV. De club wil vol gas richting het kampioenschap. Niet eventueel, niet misschien, het moet. Thuisclub VVV wacht nog op zijn eerste overwinning van het seizoen. VVV heeft 2 echte internationals in de ploeg. Ahmed Musa van Nigeria en Maya Yoshida van Japan. Yoshida was vorige week de held van zijn land. Hij maakte in de interland met Noord-Korea de winnende goal in de laatste minuut van de wedstrijd. Dat ging zo. En nu speelt hij weer in Venlo. De opstellingen van vanmiddag. Eerst die van de thuisploeg. Gentenaar is de doelman van VVV. De verdedigers zijn Emenike, Yoshida, dus De Recht en Meij. 3 middenvelders, Meeuwis, Molhoek en Linssen. En voorin Kallen, Nwofor en Musa. Nwofor maakt zijn debuut in de spits. Hij komt uit Nigeria, net als Musa. En hij is, je zou het niet zeggen, 19 jaar. Titon maakt vandaag zijn debuut in het doel bij PSV. De Pool die overkwam van Rode JC verdrinkt voor het eerst Isaacson uit de basis. En verder bij PSV, achterin, Pieters, Bauma, Marcello en Manolev. Marcello krijgt de voorkeur dus boven De Rijk. De middenvelders zijn Strootman, Toivonen en Wijnaldum. En voorin spelen Mertens, Lens en Labiat. Nog geen Tim Matas, hij begint op de reservebank. En Dries Mertens is op dit moment het heertje bij PSV. Met 6 doelpunten is hij de topscorer in de Eredivisie van dit moment. U hoort vanuit Venlo het commentaar van Jeroen Elshoff. Toch al ruim 10 minuten gespeeld in Venlo. Het wachten is nog op een echt fatsoenlijke aanval. Het is tot nu toe wat rommelig geweest. Mertens. Toivonen losgelaten. Toivonen probeert het dus maar. En het is een prachtige goal. Hij krijgt de tijd en de ruimte. En die moet je Ola Toivonen niet geven. Eerste echte doelpoging van de wedstrijd. En het is gelijk raak. Schitterend in de hoek geschoten door Toivonen. Gentenaar staat erbij en kijkt ernaar. PSV op voorsprong. Nummer 4. Dit seizoen alweer voor Ola Toivonen. Pieters. Mertens, nu even vanaf het midden, omdat Lens hier aan de zijkant staat. Voorzet Lens en Wijnaldum, dat had de 0-2 al moeten zijn. Opnieuw een dekkingsfout bij VVV, waarbij de goal Toivonen al uit het oog werd verloren. Staat ook Wijnaldum hier helemaal vrij. Lens, Mertens, Toivonen, weer schieten, Toivonen. Het scheelt niet veel, want hij had zijn tweede binnen een kwartier erin liggen. Voor Linssen en Musa. Voor de eerste keer nu weggestuurd. Musa. Langs Pieters. Musa. Musa met het puntertje. En dat is dan eindelijk de eerste kans na bijna 25 minuten voor VVV. Yoshida. Wint het duel wel, maar toch Labiat. Lens. Labiat doorgelopen. Niet lekker weggetrapt. Dus komt hier Mertens. En 0-2. Eindelijk dus raak. Kans op kans voor PSV en deze tweede goal kon niet uitblijven. Weer is het Dries Mertens. Zwak uitverdedigd door Yoshida. Toivonen laat hem gaan. En Mertens heeft nummer 7 van het seizoen erin liggen. Mertens trapt. En daar komt dus nog een kans voor Toivonen. Gentenaar voorkomt de derde. Mertens met De Recht. Pieters komt en die wordt dus ook weggestuurd door Mertens. Goeie aanval met Labiat en de paal. Pech voor Labiat. Marcelo wint in de lucht van Maguire. Bauma. Molhoek. Moussa. Dat lakoniek verdedigd door Pieters. En dus is hier Moussa nog altijd aan de bal. En een overtreding van Pieters. Geeft VVV de kans uit een vrije trap. Ferry De Recht is van achteruit meegekomen. In de derde minuut van de tweede helft. Misschien dat VVV iets terug kan doen. Daar is De Recht. En daar is dus ook de goal.
Hij heeft lengte, Ferry de Recht, en wordt dus ook gevonden. Een doelpunt voor VVV dat letterlijk en figuurlijk uit de lucht komt vallen. En zo is het qua stand in ieder geval ineens weer spannend. Kan. Bauma, wat laconiek. Loopt voor. VVV put kracht uit de treffer. No voor. En het is een fantastische goal. Hoe is het mogelijk? 2-2. PSV speelt in de eerste helft. VVV helemaal zoek. Maar nu na rust. In een paar minuten tijd 2-2. Een plaatje van een treffer van die nieuwe Nigeriaan Uche Nofor. En een opmerkelijke ontwikkeling in deze wedstrijd. Labiat. Raakt geblesseerd. VVV heeft geen zin om te wachten. Cullen. Eminike. En de bal weggehaald door Pieters. Het is de wereld op zijn kop in de tweede helft. Ik weet niet wat hij heeft gezegd of in zijn toespraak allemaal qua positiviteit heeft gestopt, de boek. Maar het werkt. En daar is Yoshida met een schitterende omhaal. 3-2 voor VVV. Een nachtmerrie voor Titon. Dat moet het zijn. In één keer uit de lucht genomen. Yoshida, die van Nofor was mooi, maar deze is bijzonder. Ongetwijfeld de mooiste goal uit zijn carrière. Maya Yoshida. Na bijna een uur is daar dan Tim Matafs. Die komt voor Labiat. Zijn eerste minuten in het shirt van PSV. En zijn doelpunten, waarvoor hij natuurlijk is gehaald, zijn meer dan nodig. Cullen. Moussa. Handig. Langs Pieters. Moussa. Zelf en Titon. Nofor. En dan buitenspel voor Moussa. Zo zijn ook na de 3-2 de grootste kansen voor VVV. Marcelo. Matafs. Handig. Toivonen. Matafs. Dit is een kans. Maar hij raakt de bal niet goed. Hoge ballen van VVV zijn dus gevaarlijk. Dat moeten ze nu ook weten bij PSV. Maar ook hier is het weer dreigend met Meeuwis. Strootman heeft veel ruimte. Veel PSV'ers mee. Met Manolev ook. Voor het doel Matas, Lens en Toivonen. Het wordt via Eminique een hoekschop. Hoekschop, Strootman. Toivonen en daar is hij. 3-3. En het laatste zetje wordt gegeven door Bauma. Goed werk van Toivonen bij de eerste paal. En daarachterin, zo vrij als een vogel, Wilfred Bauma. PSV langzij. Mertens. Eigenlijk onzichtbaar Mertens in de tweede helft. Oh, dit is hard inkomen. En daar komt direct rood aan. Voor Meeuwis. Strootman staat wel weer. Maar Meeuwis weet het. Dit was terecht direct rood. Tackle met gestrekt been. Geen intentie om de bal te raken. VVV verder met 10. En gelukkig voor Strootman levert het hem geen ernstige blessure op. Mertens. Pieters is doorgelopen. Maar Mertens zoekt het centrum. Lens. Wijnaldum. 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 Hij heeft eigenlijk te veel tijd nodig. Matas, Wijnaldum. Het offensief van PSV is begonnen. Manolev. Voorzet. Daar is hij. Daar is de goal. Nee. Gentenaar. Met een ultieme reflex op de inzet van Matas. Afgemeten voorzet van Manolev. En normaal gesproken zijn dit toch doelpunten bij Matas. Maar de vingertoppen van Gentenaar dus. Cullen. En niet langs bij Manolev. Manolev. Toivonen helemaal vrij. Toivonen, Toivonen en Gentenaar. Nog een keer Toivonen. Wijnaldum niet.
En dan Mertens. PSV geeft nog één keer gas. Mertens, Matafs, Marcelo. Maar de bal wil er niet in. Manolev. Marcelo zit. Moe gestreden in het strafschopgebied. Lens, maar de vlag is al omhoog. Voor buitenspel. Met hangen en wurgen. Blijft VVV op de been. Titon trapt. Het wordt de laatste kans van de wedstrijd. Daar is de Rijk. Maar het levert PSV niets op. Het eindsignaal van Nijhuis. Het was zeker in de tweede helft één groot spektakel tussen VVV en PSV. PSV leek een makkie te hebben vanmiddag. Maar niets bleek minder waar. Eindstand in Venlo. 3-3.